harte welkom op het CD&V Nieuwjaarsfeest te Lint. Uw voorzitter, Wouter Beke. ...2018. Wat heeft u uw geliefde toegewenst in 2018? Een goede gezondheid? Waarschijnlijk. Veel geluk? Allicht. Wat meer tijd voor uzelf? Een lange vakantie met uw kinderen misschien? Of misschien kinderen dit jaar? Of kleinkinderen? Ja, met die hervorming van de kinderbijslag, dat is nog een jaar wachten, mensen. Maar altijd toch dingen die ons leven waardevol maken. Dat is wat we aan elkaar wensen. Dingen die onze levenskwaliteit bevorderen. Wij wensen dat toe aan de mensen die we graag zien. Wel, dat wens ik u toe allemaal dit jaar. Veel levenskwaliteit. Economische groei en sociale vooruitgang. Dat was onze belofte aan de kiezer. En die belofte, die lossen we in. De economische groei die trekt aan. Het aantal jobs stijgt. En de sociale uitkeringen die zijn omhoog gegaan. Ook deze maand zal u meer netto op uw loonbriefje hebben. De sociale uitgaven die zijn gestegen, terwijl het overheidstekort daalt. Wij realiseren meer dan datgene wat we beloofd hebben aan de kiezer. Meer jobs dan in ons eigen programma stond geschreven. Meer koopkracht en meer sociale uitgaven. Een nooit geziene hervorming van justitie. Meer procedures, minder procedures en meer rechtvaardigheid. Ja, en er gaan nog veel minder procedures komen. Minder procedures en meer rechtvaardigheid. Een Vlaamse sociale bescherming. Een hervorming van het vrij onderwijs. Een nieuwe kinderbijslag. Meer publiek toegankelijke bossen. Meer export. En een strijd tegen sociale dumping. Ik weet dat er cynici zijn die zeggen dat de politiek de dag na de verkiezingen de helft van zijn belofte inslikt. Maar wij, beste mensen, beste vrienden en vriendinnen, wij komen onze belofte voor meer dan 100% na. Geen enkele andere partij heeft zoveel hervormers in regeringen als de onze. En daar ben ik als voorzitter en zijn wij als alle militanten ontzettend fier op. Bedankt. Maar natuurlijk is niet alles roze geur en maneschijn. In de zaal zitten er misschien ook wel mensen die tegen een burn-out aanlopen. Mensen die zichzelf verliezen in de combinatie tussen arbeid en gezin en geen tijd voor zichzelf nog hebben. Mensen die misschien graag een job doen op dit ogenblik, maar tegen die ellenlange files aankijken en daarom op zoek zijn naar anderen. Mensen die oplossingen willen voor dingen waar zij vandaag echt van wakker liggen. En het is niet omdat er meer robots zijn in de economie dat we van de mensen robots moeten maken. Het is niet omdat er mensen zijn die het moeilijk hebben vandaag dat we een zelfmoordpil op de markt moeten brengen. Het is niet omdat een vrouw is dat we haar als lustobject mogen beschouwen. En het is niet omdat iemand een bepaald geloof heeft en daarvoor wil uitkomen dat er andere deuren moeten dichtgaan. Het is niet omdat iets vandaag is dat het morgen ook zo moet zijn. Het is niet omdat er vandaag kerncentrales zijn dat dat ook de toekomst is. Het is niet omdat iets vandaag bestaat dat we dat ook morgen willen. Beste mensen, ik las deze week een kritisch artikel over mezelf. En ik weet, meestal zeggen ze zwijg daarover. Maar toch,
In dat artikel stond dat ik rationeel was. Stel u voor, een rationele politicus de dag van vandaag. Ik geef toe, ik loop niet van 's morgens tot 's avonds zenuwachtig te twitteren. Er stond ook in dat artikel dat ik te weinig polariseerde. Klopt ook. Ik geloof dat samenwerking meer oplevert dan tegenwerking. En tenslotte stond dat in het artikel dat mijn stijl van waardigheid, respect en fatsoen niet past in dit tijdsgevricht. Beste mensen, mijn stijl, dat is jullie stijl. Dat is onze stijl. En als het dan echt moet, dan zullen wij tegen dat tijdsgevricht ingaan. Want wij kiezen. Want wij kiezen voor oplossingen. Wij kiezen om oplossingen te zoeken in plaats van zondebokken te zoeken. Wij kiezen voor verbondenheid in plaats van voor verdeeldheid. Wij kiezen voor daadkracht en voor draagkracht. En dat zal altijd onze stijl zijn. En als anderen dat niet appreciëren, dan hebben zij pech. Maar wij doen het op deze manier. Ik kwam een tijdje geleden een dertiger tegen en die begon over heel wat problemen in zijn gemeente. En hij gaf er ook direct de oplossingen bij. En ik zei tegen hem, maar doe toch mee. Doe mee met die verkiezingen. Er zijn er in oktober, engageer u. En ik zag hem kijken. Ik zag in zijn ogen dat hij dacht, wat zou ik mij moeten engageren voor lokale verkiezingen. Voor mij ligt de wereld aan mijn voeten. Wat zou ik daar moeten doen? Maar mijn antwoord was simpel. Omdat grote veranderingen klein beginnen. Lokale politiek gaat over concrete problemen en personen. Lokaal zijn oorlogsvluchtelingen. Geen cijfer in een krant. Maar families van vlees en bloed. Zijn armoede en werkloosheid geen anonieme statistieken. Maar problemen die een concreet gezicht krijgen. Daar gaat het over uw buurman die 55 jaar oud is en het moeilijk heeft om opnieuw aan een job te geraken. Gaat het over uw buurvrouw die geen anonieme moslima is, maar een vrouw die er alleen voor staat en probeert overeind te blijven. Of gaat het over de bakker die wil uitbreiden, maar moeite heeft om nog mensen en personeel te kunnen vinden. Lokaal. Daar komen burger en politiek tot elkaar. Politiek leeft daar waar mensen meedenken. Over de nieuwe naam van een fusiegemeente bijvoorbeeld. Of over een nieuw fietspad waar er een petitie is geweest. Politiek leeft waar het concreet wordt. Het is lokaal waar we van inwoners burgers maken. Het is in de gemeente dat we samen gemeenschap vormen. En er zijn er heel wat bij die gemeenschap hebben. Vorig jaar zei Donald Trump, ik stap uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij zei, ik ben niet verkozen om de inwoners van Parijs te vertegenwoordigen, maar wel de inwoners van Pittsburgh. Waarop de burgemeester van Pittsburgh antwoordde, ik kan u verzekeren, zei hij, dat wij in Pittsburgh, alle inwoners, de richtlijnen van het Klimaatakkoord van Parijs wel willen volgen. Voor onze bevolking, voor onze mensen, voor onze gezinnen,
voor onze economie. Want het gaat over onze toekomst. Als internationale leiders het laten afweten, dan neemt de lokale politiek het over. En de burgemeester van Pittsburgh, die wilde niet zoals Donald Trump zich afschermen van de wereld. Die wil natuurlijk ook zijn burgers beschermen. Maar beschermen doe je niet door je volledig af te schermen. Je land beschermen, dat doe je niet door terug te plooien op jezelf. Iedereen wil inwoners beschermen. En ja, we moeten ons beschermen, onze veiligheid beschermen. Terreur en criminaliteit, die bestrijden we. Keihard. En wie hier geen asiel vraagt, of wie hier geen asiel krijgt, die kan hier niet blijven. Maar wij zullen altijd onze menselijkheid bewaren. En ja, we beschermen onze identiteit. We laten haar niet bedreigen. We laten haar niet bedreigen door de mensen die onze manier van leven in vraag willen sterven. We laten haar niet bedreigen van buitenaf. Wie in Vlaanderen woont, die spreekt hier Nederlands, die respecteert hier onze cultuur. Wie hier naar school gaat, die spreekt hier onze taal. Want dat is de beste manier om uw eigen kansen te versterken. Maar we laten onze identiteit ook niet bedreigen van binnenuit. Want Vlaming zijn, dat is kunnen kiezen. Kunnen kiezen waar je uw kinderen naar school stuurt. En het niet moeten laten afhangen van uw portemonnee. Vlaming zijn, dat is de vrijheid te hebben. Om uzelf te kunnen zijn op straat. Gelovig of niet gelovig. Vlaming zijn, dat is te kunnen genieten van een uitstekende gezondheidszorg. En niet de vrees te moeten hebben als je kanker hebt, dat je je huis moet verkopen. Vlaming zijn, dat is mannen en vrouwen respecteren. Vlaming zijn, dat is de vrijheid om te kunnen ondernemen, maar ook de zekerheid dat als het misloopt, dat je er niet alleen voor staat. Ook dat is, beste vrienden, Vlaamse identiteit. Ook die moeten we beschermen. Langs buiten en langs binnen. En in een stad of in een gemeente, daar kunt je u niet afschermen. Steden en gemeenten zijn gedwongen tot samenwerking. Stel u voor dat er een burgemeester zou zijn die zou zeggen, ik ga een muur bouwen rond mijn stad. Zoals in de middeleeuwen. De inwoners zouden denken dat hij gek geworden is. Want het is onzin. En bovendien, de kans dat hij daar een bouwvergunning voor krijgt. Lokaal en open, dat spreekt elkaar niet tegen. Hoe sterker dat mensen zich verbonden voelen met het thuisfront, hoe meer dat ze openstaan voor de wereld. Mensen zijn concrete personen die verbonden zijn met elkaar. En die verbondenheid, die begint lokaal. Het lokale, dat is waar ons leven begint en waar dat het eindigt. Dat is de plaats waar je huis staat, waar je bed staat, waar je 's avonds gaat slapen. Dat is de buurt waar je je kinderen naar school stuurt. En misschien zijt je er geboren. Of misschien ook niet. Misschien zijt je daar al heel je leven bij een sportclub. Of misschien ook nog maar pas. Maar het is wel voor ieder van ons de plek waar onze thuis is. Waar we zekerheid voelen. En nestwarmte hebben. De plaats waar we onszelf kunnen zijn. En ons betrokken voelen. Eind vorig jaar was er een grootschalig onderzoek naar de best bestuurde gemeente in Vlaanderen. En wie denkt je dat er als winnaar uit de bus kwam? De drie beste burgemeesters van Vlaanderen zijn drie CD&V'ers. Jan de Keizer,
Jan de Keizer, wat een naam. Jan de Keizer uit Oostkamp. Luc de Boek uit Bornem. En Lucas Jacobs uit Kalmthout. Waar zitten jullie? Proficiat. Samen met 134 andere burgemeesters tonen zij wat lokaal leiderschap betekent. En natuurlijk, ze zitten waarschijnlijk ook wel op de sociale media. Maar ze vinden een echt gezicht toch nog altijd belangrijker dan een virtuele like. En ja, waarschijnlijk hebben ze ook veel Facebook-vrienden. Maar ze weten dat er niets gaat boven de vriendschap van een buurman. Beste mensen, dat wij de beste burgemeesters hebben, hoeft niet te verbazen. Dat onze burgemeesters de beste bestuurders zijn, dat hoeft ook niet te verbazen. Want wie heeft die ervaring? Wie heeft dat talent in huis? Wie heeft daarvoor de juiste stijl? En wie heeft daarvoor de juiste visie? Niet links, niet rechts, maar de weg vooruit. De weg vooruit, dat is de weg naar zorgen voor jezelf en elkaar. Naar veilige buurten, waar mensen elkaar kennen. Onze weg vooruit die loopt langs respect, gezond verstand en de zotste dromen. Die weg vooruit, daar kiezen wij voor. Om 1001 redenen, maar vooral om de deze. Omdat het de weg vooruit is. Naar een samenleving waar iedereen mee is. Dat is wat ik vertelde aan die dertiger. Doe mee. Engageer u. Voor de CD&V. Want dat is de weg vooruit. Dat is de weg vooruit. En vele mensen zullen zich engageren. Duizenden mensen zullen zich engageren in oktober. Iedereen hier onder jullie aanwezig zal zich engageren voor die gemeenteraadsverkiezingen. En dat engagement, dat begint bij de voordeur. Daarom deze oproep. De komende maanden willen we 1 miljoen huisbezoeken doen. 1 miljoen huisbezoeken. Stap met ons mee. 1 miljoen keer. Voor een Vlaanderen waar niet de splijtswammen en de haatzaaiers regeren. Maar wel de redelijkheid en het fatsoen. Stap met ons mee. 1 miljoen keer. Voor een Vlaanderen waar de mensen elkaar niet de loef afsteken. Maar terug respectvol samenleven. Stap met ons mee. 1 miljoen keer voor een Vlaanderen waar niet de wet van de sterkste regeert, maar de wet van het evenwicht. Stap met ons mee. 1 miljoen keer voor een Vlaanderen waar we hard willen werken, maar waar levenskwaliteit ons hoogste doel is. Dat is de weg. Het is de derde weg. Het is de weg van het centrum. Het is de weg van het gezond verstand. Het is de weg vooruit. Dank u. Auto's en fietsers elkaar graag zien. Naar gezonde gemeenten, groen en levenslustig. Waar je altijd op je pootjes terechtkomt. Naar een warme en betaalbare thuis voor iedereen. Naar veilige buurten, omdat je jezelf bent en elkaar kent. De weg vooruit.
Voor wie zorg nodig heeft en voor wie erom geeft. Voor burgers jong en oud. En inburgeraars met een hart van goud. Voor wie leert en zijn kennis doorgeeft. Voor alle workaholics en fulltime papa's. De weg vooruit, dat is respect voor elkaar. Met geven en krijgen. Dat is het gezond verstand en de zotste dromen. Die weg vooruit, daar kiezen wij voor. Om 1001 redenen, maar vooral omdat het de weg is naar een samenleving waar iedereen mee is. Met deze weg vooruit geraken we verder. En een start vandaag bij ieder van ons. Stap mee op dewegvooruit.be.